Ja, het is wat, hè. Leven hier in 2023. En dan gaan we iemand discrimineren bij een voetbalwedstrijdje. Waarom die uitspraken? Die jongen die doet gewoon zijn werk. Die komt even een potje voetballen. Ja. Is het omdat hij een grotere lul heeft dan jou? Is het omdat hij een leukere baan heeft dan jou? Ben je jaloers? Is het daarom dat je begint met uitspraken als kutneger? Aap. Ja? Het is je eigen tekortkoming, hè? Mensen naar beneden halen om jezelf beter te voelen. Wat een sukkel ben je dan? Hey. Wat een sukkel ben je dan? Eigenlijk een trieste sukkel. Ja? Maar goed. Discriminatie past gewoon niet meer in deze tijd. Ja? Wij moeten het voor elkaar opnemen. We moeten het met z'n allen doen. Hier in deze maatschappij. Waar we al genoeg tegenwerking hebben. Van onze overheid. Ja? En laten we elkaar niet kapot maken. En al helemaal niet om dit soort onzinnige dingen als een huidskleur of wat dan ook. We hebben allemaal rood bloed, mensen. En we houden allemaal van onze kinderen. En we houden allemaal van onze moeder. En wat dat betreft zijn we allemaal gelijk. Dus even normaal. Woes! Alles kan kapot. Ook discriminatie.